We gaan nog een korte presentatie krijgen van Niels. En we gaan aan de slag rondom Durf te Vragen. Want LinkedIn heeft eigenlijk twee functies. Namelijk vertellen wie je bent, wat je doet en gewoon goed overkomen. Maar het is natuurlijk een kracht van een netwerk waar je bang van wordt. Waar heel veel mensen op zitten die aandacht hebben voor jouw vraag. Even voordat we voor Niels introduceren. Wie van jullie heeft ooit een escape room gedaan? Wow. De kans is groot dat hij uit het genootschap komt waar Niels bij zit. Niels maakt escape rooms voor de kost. Mijn dochter zei altijd, wie doet dat altijd van die vette dingen? Hij maakt dat soort dingen. We hebben ook tijdens corona voor AFAS, dat is wel leuk, hebben wij een online escape room gemaakt. Die meteen de meest gedane online escape room van het land was, met 3000 man erin. Super spannend was dat. Niels is daar mega creatief. Dus als je ooit nog een eigen escape room wil, is dit alvast, nou ja, dat hoort helemaal niet hierbij, maar ik durf te vragen. Niels heeft ooit een tijdje geleden, al een hele tijd geleden, de hashtag durf te vragen bedacht. En ik zei je, eigenlijk vind ik dat het ideale finale van deze dag, want we hebben nu vooral gehad over onszelf en hoe we zoveel mogelijk van onszelf kwijt kunnen. Maar de vraag is ook, is er ook wel wellicht iets waar anderen ons mee kunnen helpen? Nou, en als er één man is die dat kan vertellen... Verder geen druk, maar dan is het Niels Roemen. Nou, ja, oké, nou, de lat is gelegd. Die hashtag durft vragen, die heb ik niet zelf bedacht. Die heb ik bedacht in gesprek met Martijn Aslander, een vriendje van mij. Dus niet altijd Niels, maar in ieder geval ook. En ChatGPT, die zegt dat door 3 ondernemers in 2008 tijdens het picknick is uitgevonden. Dus ik moet nog even uitvinden, maar ik was er in ieder geval bij. En... dat is al lang niet meer mijn werk, maar wij zijn ook bevriend. Dus jij zei, Niels, wil je dat verhaal nog een keertje komen vertellen? Want inmiddels, nou ja, ik zeg tegen mijn zoontjes, papa maakt speurtochten voor grote mensen. En dat is mijn werk. Maar durf te vragen is wel een manier van doen die je gewoon elke keer als je een netwerk instapt moet kunnen. Want anders kies je standaard voor het graden van de gemiste kansen en dat doen we massaal. Daar moet je vanaf, want je zit hier met z'n allen bij elkaar en er is iets bijzonders aan de hand. Kijk, wat jullie net van Chris hebben geleerd, ik ben niet meer zo handig met tikketjes, is te zeggen wat je doet. Dat weten we nu van elkaar. Maar wie van jullie heeft aan de ander gevraagd wat hij wil? Vingers. Ah, dat is interessant, hè? Komt de derde. Mensen worden gelukkig van waarde zijn voor iemand anders. Hoe kan je dat nou doen als je niet weet wat die ander wilt? Met andere woorden, en ik heb jou notabene van de week nog op mijn kantoor uitgenodigd, want ik smul van alles wat je vertelt, maar het is maar de helft van het verhaal. Als je in een netwerk stapt of op andere manieren wilt werken aan bruto netwerkgeluk, heb ik het maar even genoemd, bruto nationaal geluk, dan moet je dus weten wat de mensen om je heen willen, want dan kan je wat voor die ander betekenen. Dus als je zegt, hey, ik wil zorgen dat wij het een beetje leuk met elkaar hebben, dan ontneem je de ander de kans een beetje blijer te worden door niet te vragen wat je wilt. Ik krijg op mijn verjaardag nog steeds, en ik werk er hard aan om dat te voorkomen, heel veel boeken. Goed bedoelde, lieve boeken. Stapels boeken. Ik lees die boeken niet. Ik heb er geen tijd voor. Ik kijk liever naar mijn zoontjes die aan het voetballen zijn. Dat vind ik leuker. Maar die boeken nemen wel plekken in mijn toch al niet zo'n hele grote huisje. Geef mij alleen de boeken die ik wil en geen andere boeken, want ze liggen te verpieteren. Met andere woorden, het kan best wel interessant zijn als je in een netwerk stapt of waar je maar ook bent, om in ieder geval van jezelf te weten, wat is jouw verlanglijstje? Dus van wat doe je, wordt de volgende stap, wat wil je? Is er iemand onlangs jarig geweest? Ja, had je een verlanglijstje, wist je wat je wou? Oké. Maar uiteindelijk mijn vrouw. Ja, dat is fantastisch. Wat heb je gekregen? Oké, dus je houdt van barbecue. Nou, dat is raak. Oké. Maar zat je vrouw raak of dacht je, waarom, hoe dan? Oké. Dus dit, nu weten we, hij houdt van barbecue, hè? Dat is interessant om te weten. Het kan zijn dat hij van barbecue houdt. Zou ik de volgende keer, als ik hem zie, weer vragen, hou je nou inderdaad van barbecue? Als dat zo is, dan zijn er hier waarschijnlijk mensen die van die hippe mannen met baarden in geruite overhemden en leren schorten kennen, die heel goed kunnen barbecuen. En dan zou je kunnen zeggen, ik ken iemand die heel goed kan barbecuen. Als je nou echt wil weten hoe die Green Egg werkt, vind je het dan leuk om een keertje met nou, Bas van Tijding of weet ik het wat kennis te maken, want die heeft de zwarte band barbecuen. Komt hij een keertje langs, barbecuen. Jij moet kopen, hij leert het je en dan ga je samen eten. Kan maar zo een cadeautje zijn, wat hij veel lekkerder vindt dan een boek over de geschiedenis van de barbecue. Nou, misschien vind je dat ook leuk, dat weet ik niet zeker. Maar nu weten we ineens wat hij wil. Dus dat is interessant, want wie van jullie is nog opgegroeid met het zinnetje kinderen die vragen worden overgeslagen? Ja, dat is echt onhandig.
Dat is echt onhandig. Want de kans dat je wel krijgt wat je wilt, is groter als je het wel vraagt. Zo simpel is het. Nou, wat daarin kan helpen, ik ga een aantal voorbeelden geven over hoe heftig dat kan zijn. Even kijken. Oh, dan gaat dat balkje uit. Ja, ik, dus durf te vragen, even, dan heb je het een beetje in tijdsperspectief, is in 2006 bedacht. Dus ik moest even terug naar vroeger. Ik ben nu 50, dus ik was toen een stukje jonger. Manisch positief idealist. Ik wilde de wereld een beetje leuker maken. En wat ik onder andere wilde doen was een project. Dat heette Nijmegen in Dialoog. Onderdeel van Nederland in Dialoog. En het idee was, kunnen we zoveel mogelijk mensen van een zo divers mogelijk achtergrond met elkaar in gesprek brengen. Want dat is leuk, dat overbrugt verschillen en het verbindt mensen. Nou, dat was landelijk, maar nog niet in Nijmegen. Ik woon in Nijmegen. Dus ik had die organisatie gebeld en ik zei, ik wil dat wel doen. Maar ik geloof dat je daarvoor overvloed nodig hebt in plaats van geld. Ik denk dat namelijk dat er op deze wereld niet te weinig, maar te veel is. Maar het ligt op de verkeerde plek om benut te wezen. Dus als je die veelheid bij elkaar brengt, dan kan je bergen verzetten. Nou, oké, moet je dan een keertje proberen, zeiden ze. Nou, dat is goed. Wat heb je nodig om mensen bij elkaar aan tafel te brengen? Nou, tafels. Nou, als je geen budget hebt, dan kan je die tafels ook maken. Wie van jullie heeft thuis nog een plankje, latje of plintje liggen wat hij niet gebruikt? Vingers. Oké. Wie van jullie kent er iemand die handig is met timmeren? Nou, als je dat bij elkaar doet, dan heb je tafels. Dus daar heb je geen geld voor nodig, maar hout en handige mensen. Zo kan je ook hele coworkplekken opzetten. Want dat Nijmegen Dialoog, ik kort sommige lange hoofdstukken een beetje in. Nijmegen Dialoog is gelukt. En toen dacht ik, wat nou als we al deze leuke sociaal ondernemers bij elkaar blijven verbinden. En we beginnen gewoon een coworkplek in Nijmegen. De waarmakerij. Oh ja, nog eventjes eentje wat wel leuk is over hoe grote partijen ook kunnen helpen. Als je geen geld hebt, maar je denkt, ik wil toch dat ze helpen. Wij moesten naamsbekendheid krijgen voor Nijmegen in Dialoog. Dus we zochten een marketingkanaal. Die hadden we nog niet, maar we hadden wel de Albert Heijn. En de Albert Heijn, daarbij krijg je bij de uitgang altijd een kassabonnetje. En onderaan het kassabonnetje stond in die tijd dat de broccoli in de aanbieding was, of weet ik het wat. Maar er kan ook wat anders staan, want dat typen ze zelf in. Dus wij hadden gesprek met de Albert Heijn. En wij zeiden, kan daar ook komen te staan? De Albert Heijn schrijft aan bij Nijmegen in Dialoog. U toch ook? Nou, dat raakt het altijd eerst even in de war bij een andere partij. Want het zit niet helemaal in een spectrum. Maar het kan wel. Moesten ze bellen naar het hoofdkantoor. En toen stonden we op alle kassabonnen van alle Albert Heijns in het hele Rijk van Nijmegen. Dat las, getuige ook mijn LinkedIn-posts, bijna niemand. Maar als je het over gaat vertellen, dan is het wel zo'n gaaf verhaal dat mensen dat door gaan vertellen. En dan gaan in Nijmegen, ja, ik noem dat altijd de kasteelheren, daar heb je een soort hotemetoten netwerk die deuren kan openen. Als die dat horen, dan gaan de deuren open en dan kan je zoiets van de grond krijgen. Dat kan je ook met hele panden doen. In die tijd stond er 7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leeg. We hadden toen 18.000 daklozen, dus we hadden per dakloze 388 vierkante meter over. Iedereen kon eigenlijk wel ergens wonen, maar we deden het niet, want we vonden het niet goed. Dus toen hebben wij aan een wooncorporatie gevraagd, wie van jullie heeft toevallig nog een plekje over? Op de Torenopstraat stond een oude garage en daar zat niemand in. Wij mochten erin om een coworkplek voor sociaal ondernemers te beginnen. Hebben we gedaan. Moest dus meubilair in. Nou, de truc met de houtjes hadden we al gedaan. Dus we hebben allemaal tafels getimmerd. Wie van jullie heeft er in de kelder of op zolder nog een half potje verf staan wat hij niet meer gebruikt? Okay. Als je dat bij elkaar gooit, krijg je bruin of grijs, weet ik uit ervaring. En als je genoeg hebt, dan kan je een pand van 3 gymzalen groot prachtig schilderen. Tapijt nodig, in die tijd gebeurt nou niet meer, want toen was duurzaamheid nog niet zo'n ding. Als je tapijt nodig had, kon je gewoon naar de jaarbeurs toe gaan. En dan zag je na elke congres, zag je de tapijt uit de gangpaden, lag, als je er vanuit toen nog de SNS-bank naartoe liep, aan de rechterkant in een hele grote container. Dus als je een busje had, en die kan je lenen, en je deed tapijt erin, dan had je tapijt voor je hele coworkplek. Dus een coworkplek voor sociaal ondernemers kan je gewoon starten zonder dat je geld nodig hebt, door te vragen wat je wilt. Wat je wel moet doen, is je verlanglijstje online zetten. Dat is spannend, dat merkte je net al toen jullie voor het eerst met elkaar moesten gaan praten, maar het is wel handig. Want stel dat je nou hier wel van waarde wil zijn voor iemand anders. Ik geef even een voorbeeldje hoe dat kan. Dit is hem. Dit is mijn verlanglijstje. Nielsroemer.com/verlanglijstje. Dit is wat ik wil. Ik wil niet zoveel, want ik wil met name gewoon lekker. Ik ben echt zo'n huisvader. Ik wil graag veel thuis zijn met een gezin en daarvan genieten. Maar ik ben mateloos gefascineerd door video. Daar wil ik graag bijzondere vakantieplekken om weekendje weg te hebben met gezin. Contact komen met mensen die het gaaf vinden om een event rondom het thema aandacht te organiseren. Ik droom ervan in september een groot event over aandacht te gaan organiseren. Dus als iemand zegt, hey, dat trilt, I'm with you, laat het even weten. Ademhalingscursus. Deze boeken, er zijn een paar boeken die ik wel wil. Die kan mag je geven, de rest alsjeblieft niet. Deelnemers aan de workshop experience, abonnees op nieuwsbrief en dat je het YouTube kanaal. Dit is wat ik wil. Kijk, als je dit als netwerk met z'n allen van elkaar zou weten,
dan kan je voordat je hier naartoe gaat al kijken, hey, wie denk ik dat er nog meer komen? Eens kijken waar die blij van wordt. En kijken of ik het nog heb liggen of dat ik iemand ken die het heeft liggen. En dan neem ik het mee. En dan kan je dus het bruto netwerkgeluk van dit clubje laten groeien. Jullie zitten, want ik mag best al een tijdje met jou meelopen, in een supergaaf netwerk. Met supergave mensen die supergave dingen voor elkaar aan het krijgen zijn. En meestal vanuit een supergave motivatie of intentie. Als dit netwerk elkaar gaat helpen om bergen te verzetten, dan hoeven we binnenkort niet meer naar de Alpen om op wintersport te gaan. Dus dat is een beetje wat hier zou kunnen gaan werken. Ik geef nog een paar voorbeelden. Ik ga ervan uit dat jij mij gebaart als ik op een gegeven moment mijn bek moet houden. Oké. Ik hoop dat ik dat goed doe. Want wat gebeurde er in 2008, waardoor ik echt van de wap raakte en begon te geloven, jeetje, dit kan dus. Iemand gehoord van de clean-up in Estonia, in Estland, 2008? Ja, gehoord. Daar is een man, Rainer, 28 september 1972 geboren, dat weet ik, want toen ben ik ook geboren. En in Estland was het goed gebruik dat je rotzooi in het bos flikkerde. Dus het bos was een tyfusbende. Rainer vond dat geen goed idee. Die dacht, weet je wat, ik ga het opruimen, wordt het leuker van. Maar daar had hij het met een vriendje over. En toen merkte hij, ja, als we aan de linkerkant van het bos beginnen, dan zijn we over een jaar aan de rechterkant van het bos, kunnen we links weer opnieuw beginnen, want dan flikkeren ze de rotzooi weer neer. Wat moeten we doen? We moeten het hele land in één dag opruimen. En op 3 maart 2008 hebben ze in één dag tijd met 50.000 vrijwilligers heel Estland opgeruimd. Kan je filmen? Ik zal straks, ik kan het linkje wel even toesturen. Dat doen ze nu over de hele wereld. Dus er zijn allemaal landen die clean-up dagen hebben en in één dag proberen een heel land schoon te maken. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft eerst gezegd, dit is wat ik wil het land opruimen. Wie wil er helpen? En toen vroegen mensen, waar moet ik dan mee helpen? Dat heeft hij uitgelegd, je moet helpen met het land schoon te maken. Ja, maar waar ligt het dan? Oh, dan moet je eerst helpen met in kaart brengen waar het ligt. Toen heeft hij Ati gebeld, bijna niemand van jullie kent vermoedelijk Ati, maar Ati is de programmeur die de eerste versie van Skype heeft gemaakt, komt uit Estland. En Ati heeft een appje gemaakt waardoor je door het land kon lopen en kon zeggen, hé, hier ligt rotzooi. En hier ook. En hier ook. En toen was er de Estonian Waste Map. En toen kon hij iedereen een berichtje sturen, kan jij op 3 maart daarheen lopen, zorgen wij dat er een containertje ligt en dan doe jij het spulletje in het containertje. Iedereen wist wat hij wou. Iedereen wist hoe hij kon helpen. In één dag tijd het hele land schoongemaakt. Rainer en ik zijn bevriend geraakt. En hij vroeg, goh, kan jij naar Estland komen om zo'n Durf te Vragen workshop te geven? Ik naar Estland. Even kijken, hoe gaat dit? Dit is samen met Jules, een van de Durf te Vragen begeleiders in, volgens mij, 2016 of zo. Ik weet het niet meer. Wat gebeurde er in deze workshop? Dus er zit copyleft op Durf te Vragen, zal ik straks uitleggen, maar dat betekent, je mag het helemaal kopiëren. Je zet een groepje mensen bij elkaar. En dan ga je om zijn beurt vragen, wat wil je? Nou, kan iemand helpen? Wat wil je? Dit is het. Dus daarom heb ik ook geen sheets met tekst die je straks toegestuurd om dit na te lezen. Dit is het. Ik zal het wel straks nog één keer samenvatten, dan staat er, wat wil je? Daar zat een dame in die workshop. En die had gelezen dat je van geitenmelk een hele mooie, duurzame, biologische make-up soort kan maken. Dus zij wou een geitenboerderij beginnen. Nou, ze had een businessplan, ze had allerlei ideeën over hoe je aan geit. Het enige wat ze nog niet had, was een boerderij. En als je een geitenboerderij wilt beginnen, dan is dat wel handig om te hebben. Zij heeft toen in dat groepje gevraagd, heeft er toevallig iemand een boerderij over? Zit er een man die zegt, nou, een beetje een raar antwoord. Ik kom uit Amerika, ik ben expat en ik heb in het noorden van Estland een boerderijtje. En daar woonde mijn zus in. Maar die is eruit gegaan en ik zoek iemand die boerderij kan beheren. Dus als je wilt, dan zit je erin. Daar zit ze nu. Grappig, hè? Maar nu hebben jullie waarschijnlijk nog steeds dezelfde spraak. Ja, maar dat gaat hier niet lukken. En het kan heel goed zijn dat je gelijk hebt. Maar de vraag is, ga je het proberen? Want stel nou dat je er later achterkomt dat degene die je kon helpen met de barbecue workshop gewoon naast je zat. Of dat degene die die plek op de wintersport gewoon daar zat omdat hij een reisbureau heeft. Omdat degene die, weet ik het, goede verhalen kan vertellen daar zit en best wel mee wil helpen met die doelgroep. Want het heeft met zijn eigen verleden te maken of weet ik het wat. Dan zit het gewoon hier in de zaal. Dus niet vragen wat je wilt is kiezen voor het gala van de gemiste kansen. Kan je doen zonder van je tijd. Dan blijf je gewoon luisteraar en toeschouwer. En dat is maar de helft van de reis. Dat kan nog heftiger werken. Ja, nou, ik laat het eerst zien en dan hoef ik het denk ik niet eens uit te leggen. Gaat dit werken, denk je? Oké, daar gaat hij. Is there room for 2 more broke students on the plane to DC? That's a dumb question, I like. If you got your passports,
and as long as like, everybody comes, you can come and join me on the plane. That'd be fine. I'll meet you back. Kent iemand dit stukje? Ja? Omar Kabiri en Lennart Hulsbos. Omar is nu volgens mij ook op LinkedIn best wel een bekende en spreekt. Lennart had toen een bak dreadlocks tot aan zijn enkels. Zitten in de zaal waar toevallig ook Richard Branson zit. En weten dat het de election van Obama is. Dus zij willen graag naar Amerika. Nou, godzegen de greep. Goh, jij vliegt straks terug naar Amerika. Heb je er wel nog twee stoelen over? Die middag zaten zij bij Richard Branson in het vliegtuig terug naar Amerika. Ze hebben ook fantastisch met hem kunnen praten over wijze ondernemerslijsten, et cetera. Nou, ik denk dat heel veel mensen ook hier dat best wel leuk zouden vinden, een uurtje sparren met Richard Branson. Het enige wat je daarvoor dus hoeft te doen, nou laat ik het zo zeggen, is wat je niet moet laten. Want anders dan wekt het de suggestie dat het altijd lukt. Nee, het lukt niet altijd. Maar je moet het zo zien. Stel je vraagt het niet en de luck zat op 50 centimeter afstand. Gala van de gemiste kansen. Moet je niet doen. Oké, even kijken. Heb ik nog een paar voorbeelden? Gaat dit goed? Zijn jullie blij? Of zeg je van nou, ik heb nou wel door. We willen aan de slag. Oh ja, deze. Je zag net op mijn verlanglijstje leuke plekjes weg voor vakantie. Wij hebben een best wel pittige tijd achter de rug met ziekte in het gezin en weet ik het wat allemaal. Alweer genoeg jaren geleden en iedereen is weer gezond. Maar we hadden dus ook geen tijd, ruimte, energie om vakanties te organiseren en al helemaal niet zoveel geld meer, want dat ging op aan medische zorg. Maar op mijn lijstje stond... gezellige plekjes voor vakantie weg. Zit er een meneer in de zaal. En die meneer die heeft het heel goed gedaan zakelijk. En die had een gezellig plekje voor vakantie weg. En de data dat zijn gezin erin zat, stond in een Excel-sheetje. Zegt hij, weet je wat, ik mail jou dat Excel-sheetje. Laat maar weten wanneer je wilt. En een paar weken later zaten wij met mijn gezin. Ik zag net dat hier Minne, Mats en Pijken nog staan. Dan zaten wij dus hier in Italië aan, ik weet niet eens meer welk meer, van een prachtige vakantie te genieten. Dit is gewoon over. Dat heet sociale overwaarde. Het teveel op deze wereld wat we niet benutten, omdat we er gewoonweg niet op vragen en het weg laten slingeren. Nou, kan je ook wel doen. En dan krijg je dit soort vakanties. Nog één stapje verder. Zou je dan ook, want we moesten uit die waarmakerij, want dat hadden we maar 3 maanden, we mochten er uiteindelijk 3 jaar zitten, maar uiteindelijk moesten we eruit. Zou je dan ook een heel nieuw pand kunnen bouwen, zonder er ook maar 1 cent aan uit te geven? Het antwoord is ja. Het staat hier. Niet meer, want het is de dag van de opening, jij weet het, afgebrand. En er was geen brandweerman die het wilde verzekeren, want er zat geen waarde in, want er was geen geld aan uitgegeven. Dus het is gewoon weg. We hebben huilend in de modder gestaan. Maar hier zit de truc. Hoe bouw je nou een huis zonder geld? Er is niet zoveel voor nodig. Spullen, mensen en weten wie wat wanneer moet doen. Dit is het. Dus als je een huis wil bouwen en je wil niet dat het instort, dan heeft het een fundament nodig. Dat fundament wordt vaak in een kuil gestort. Wat je daarvoor nodig hebt, is mensen met een schep die een kuil kunnen graven. Dus wij hadden een toeltje gemaakt in Google Forms, Peppy en Kokkie stijl. Dan en dan gaan we graven. Wie is mens en heeft een schep en kan graven, kom je ook. En dan kwamen ze aangemarcheerd en gefietst en gedaan. En dan hebben we de kuil gegraven. Waar wordt een fundering vaak van gemaakt? Beton. Ja, dat hebben we niet. Maar wat gooien we massaal in Nederland weg? Stoeptegels. Kijk maar op Marktplaats gratis af te halen. Nou, als je de 6000 hebt, dan heb je genoeg om de kuil te vullen met de fundering. Het leuke is, wij hebben niet 6000 stoeptegeltjes erin gelegd, want er komt altijd wel op een gegeven moment een ondernemer die denkt, dit is zo cool, ik heb een hele vrachtwagen tegels, ik kom meehelpen. Dus het goede ideeën genereren hun eigen energie. Hè? Dus ineens gaan ze meebouwen. Loop vandaag naar huis, of van het station naar huis, hoe je dat doet, kijk om je heen en je gaat ergens een pallet zien slingeren. Dat is een soort, als we dan toch kijken van waar groeit er nog wel hout. Nou, pallets, die groeien uit zichzelf aan, ik weet niet wat het is. Als je er genoeg hebt, dan kan je daar de wanden van maken en het plafond. Zonnepanelen kregen wij toen van, er was toen nog, ik weet niet of het nu is, toen was er een soort wet dat je zonnepanelen een x-aantal jaar op stok moest houden vanuit garantieverplichting. Je moest hetzelfde zonnepaneel kunnen teruggeven. Maar omdat de ontwikkeling zo snel ging, werden die eigenlijk door de leveranciers als verouderde modellen gezien. Dus die gaven ze nooit meer terug. Nou, wat zei je? Ik zei heel brandgevaarlijk. Nou, ik denk dat zou maar zo... We hebben meerdere theorieën van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Dus zonne-energie erop, heel pand gebouwd. Geen cent voor nodig. Maar nou komt de grap. Het allermooiste wat daar gebeurd is dat mensen merkten hoe gaaf het is om iemand anders te laten stralen. Dit kan je in alle psychologische onderzoeken terugzoeken. Waar worden mensen blij van? De ander in het licht zetten. Dus stel je eens voor, als je het vertaalt naar LinkedIn, of in ieder geval naar een gewoontepatroon wat je hier zou kunnen creëren, dat er bovenaan, en ik heb net meegedaan met oefeningen, niet staat wie je bent, maar staat wat je wilt. Je ontneemt de ander de kans om bij te dragen aan het bruto nationaal geluk door niet te vragen wat je wilt. Geef nog 1 voorbeeldje. Kan dat nog?
Ja? Laatste? Oké, okay. Ja, deze duurt 3 kwartier. Finier, ja, kan wel toch? Marcel, Paul en die dame ken ik eigenlijk niet. We gingen een diner organiseren voor mensen die niet zo makkelijk een lekker diner kunnen krijgen. Kijken of we het weer voor elkaar konden krijgen zonder geld, maar door al het eten wat we massaal wegflikkeren bij elkaar te brengen. Nou, dat is gelukt, maar er was iets bijzonders gebeurd. Er was een jongetje die ik in een Durf te Vragen workshop tegen was gekomen. 18, 19, nee, hij was iets ouder, want hij studeerde al. Gescheurde spijkerbroek, petje, rook een beetje, aparte gast. Maakte veel geluid en zat in een workshop. Aan het eind van die workshop Durf te Vragen zei hij, joh, als jij ooit iets nodig hebt, dan moet je bijbellen. Ik kan alles. Oké, dat had hij tegen de goeie gezegd. Want wat ik doe, ik onthoud dat. Ik zal even laten zien. Ja, let op, escape. Ga ik even laten zien. Trucje, ik schrijf in mijn adresboek bij het leeuwendeel van de mensen in de notities waar ze goed in zijn, hoe ik hun energie vind. Zijn ze leuk of stom? Want ik vind het niet zo leuk om met stomme mensen samen te werken. Waar worden ze blij van en wat hebben ze over? Dus toen ik toen, dan moet ik eventjes mijn bril opzetten, intypte... Kan alles, zegt Johnny Kerkhoff. Johnny, ontmoet. Weet je nog, 6 augustus 2014, was jij in die Durf te Vragen workshop? Jij kan alles. Nou, dat is fantastisch, want ik heb een busje nodig en we moeten komkommers halen uit Verwegistan, want die hebben we nodig voor de salade. Jij kan dat. Wil je dat regelen? Nou, hij kon er niet meer onderuit, want hij had beloofd, ik had de datum erbij. Dus wat je moet doen, of je dit nou in je adresboek doet, of in je handboek, of weet ik het wat, als je zegt, ik wil aan het bruto netwerkgeluk van deze club, of van mijn eigen organisatie, zorg dan dat je verlanglijstjes van de mensen weet, zorg dat je weet waar een hart salto's van maakt, zorg dat je weet waar ze goed in zijn. Want dan kan je van waarde ook echt projecten gaan maken en echt bergen gaan verzetten. De beloofde samenvatting. Bam, bam, bam. Ik heb het iets uitvoeren. Oh ja, ik had nog beloofd over copyleft. Ik heb een boekje geschreven over Durf te Vragen. Kan je gewoon, ik denk nog steeds op durftevragen.com/boek downloaden. Is gratis. Hoef je ook niet je mailadres voor in te vullen, zodat ik je daarna stalk en weet ik het wat allemaal. Want het komt uit 2006, toen was het allemaal nog niet bedacht. Daar zijn 3000 exemplaren van gedrukt. Die zijn nog steeds niet uitverkocht. In de eerste maand is het 30.000 keer gedownload. Dus als je nou een goed idee hebt, wat gaat over de wereld een beetje gaver maken, dan kan het maar zo de moeite waard zijn om er geen copyright op te zetten. Is van mij mijn idee niet doen. Maar copyleft en te zeggen, iedereen mag het gebruiken. Als je googelt op waar komt Durf te Vragen vandaan, wie heeft het bedacht, welke bedrijven doen het, dan zie je, als je in bol.com kijkt naar de Durf te Vragen boeken, dan zijn er 3 boeken met dezelfde titel waarvan ik er maar eentje heb geschreven. Maar het grote voordeel is dat het overal en overal is geweest. Goede ideeën die de boel een beetje leuker maken, copyleft erop gooien in plaats van copyright, kan helpen om de boel een beetje te versnellen. Nu dan de samenvatting. Mensen worden blij van een ander helpen. Dus, door te vragen, laat je het bruto netwerkgeluk groeien. Dat kan je samenvatten in 3 dingen. Wat wil je? Deel je verlanglijst. En heb copyleft op goede ideeën. Gaan we 1 keer hier doen en daarna hopelijk vanaf nu gewoon... Ik zou het leuk vinden als je met elkaar kan afspreken. Dit gaan we vanaf nu, mag dit bij deze club. Dus dan zit je met een wild vreemde. Het is handiger om met een vreemde te zitten, want die heeft waarschijnlijk nog meer over. Want je vrienden hebben je al geholpen. En dan vraag je, wat wil je? Zeg, nou, ik zou zo graag nog een keertje naar Nepal willen. Nepal? Oh, dan moet je Bouke bellen. Of nou, Nepal, je moet niet voor reizen, want dat weet ik dat toevallig allemaal die kan. ik zou graag dat en dat willen. Oh, ken je die? Als dit gewoonte wordt, dan ga je niet alleen vreselijk veel leren van echt super gave sprekers, maar dan ga je ook echt waarde creëren waarmee je zelf verder kan bouwen. Keertje proberen, iemand nog een boerderij nodig of iets? Wie weet wat er op zijn of haar verlanglijstje staat? Take it away. Bij IKEA in Amersfoort. En ik hoop, maar het is niet zo makkelijk binnenkomen, ik hoop dat iemand in dit netwerk iemand kent bij IKEA Amersfoort, zodat ik die dag kan gaan regelen. Oké, gaan we kijken. Kent iemand hier iemand bij IKEA Amersfoort, zodat zij die dag kan gaan organiseren? Nee? Oké. Maar wel IKEA, wat hier gebeurt is het allerbelangrijkste. Want nou komt de vraag die je dan daarna moet gaan stellen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jij bij IKEA Amersfoort die dag kan gaan organiseren? Wat zou je doen om ervoor te zorgen dat zij dat wel voor elkaar krijgt? Wie heeft de tips? Ja, dat contact met IKEA Haarlem. Ja. Dus je zou bijvoorbeeld... De vraag verbreden. De vraag verbreden. Dus we kunnen aan jou... Want jij kent iemand bij IKEA Haarlem. Jouw vrouw. We kunnen aan jou vragen of jij eens...
of jij jouw verhaal in een paar zinnen op kan schrijven. Of jij dat voor kan leggen aan jouw vrouw in Haarlem. En haar kan vragen of zij een ingang heeft in Amersfoort of hoe het dan moet komen. En dan ben je al een stap dichterbij. Dus doen. Hebben jullie elkaars gezicht gezien, zodat je weet van, oh ja, wij kunnen... Ja, dat ga ik voor je doen. Mag jij liggen? Ja. Sorry. Dus let op, hè. Wat er soms gebeurt als je niet gelijk een boerderij krijgt terwijl je er wel om vraagt, dan kan je ook teleurgesteld raken. Jeetje, ik vroeg om een deur of om een boerderij en ik kreeg hem niet gelijk. Zie je, het werkt niet. Dat kan, hè? Dat heb ik met mijn kinderen bij Sinterklaas heel vaak. Goh, weer geen PlayStation. Ja, het werkt niet. Sinterklaas is kapot. Maar dan is de vraag, het is niet... Dat zei, hoe heet die cabaretier, de nieuwjaarsconferentie? Guido Weijers zo mooi. Maak van jouw verlangen niet mijn verplichting. Dat vond ik een hele mooie zin. Vraag het. En als een ander het niet heeft, no worries. Maar dan moet je niet zeggen, oh jammer, einde van de rit. Dan moet je vragen, hoe kan ik voor elkaar krijgen dat